De Silo in Groningen sluit na dit weekend haar deuren. Na 17 jaar moet het culturele centrum het pand aan de Achterweg verlaten. Sinds 2000 zat de Silo op deze plek, maar door de plannen voor het stationsgebied wordt het binnenkort gesloopt. De Silo zelf bestaat al sinds 1990 en is altijd uniek geweest. We geven dan een plek voor bijzondere dingen. Dat kunnen cd-presentaties zijn, theatervoorstellingen, trouwfeesten hebben we hier gehad. We hebben ook zelfs uitvaarten gehad, maar ook gewoon dikke feesten voor mensen die 40 worden of 50 worden. En dat in een leuke omgeving, op een bijzondere plek met kaarsverlichting en een mooie houtkachel en een vuurtje buiten. Op een plek die je echt elders in de stad totaal niet vindt. De Silo moet in april uit het pand en is nog op zoek naar een nieuwe locatie. Het is echter moeilijk om een nieuwe plek te vinden. Omdat de economie is aangetrokken, ook alle mooie panden die worden gewoon door investeerders of opgekocht of dingen worden gesloopt en er wordt nieuwbouw neergezet. Dus er is eigenlijk niks vrij waar wij eigenlijk iets moois, iets nieuws kunnen opbouwen. Dus dat maakt het natuurlijk wel erg lastig. Zaterdag staat het laatste feest op het programma in de Silo. Sprenkeling verwacht een mooie, maar ook een emotionele avond. Je hebt gewoon een hele mooie tijd en je weet gewoon dat het einde eraan komt, dat de deadline er is. En je gaat gewoon met z'n allen een hele mooie avond, een hele mooi weekend van maken. Met onze vertrouwde dansfeest, met DJ en onze gast-DJ erbij. En een leuke band weer. Dus dat wordt gewoon een hele vertrouwde, hele gezellige avond. En natuurlijk wel met het karakter van, ja, dit is wel het laatste weekend. Dus nou ja, iedereen zal op zijn eigen manier misschien een beetje slikken, misschien een traantje wegpinken. Maar het wordt voornamelijk ook gewoon een heel leuk weekend met mooie muziek en een leuke avond. Het laatste feest begint zaterdag om 9 uur.